Hoi, ik ben Stefan Groothuis en ik ben een voormalig topsporter. En inmiddels al heel wat jaren met heel veel plezier aan het werk in de bouw. Eerst als timmerman en nu als werkvoorbereider bij bouwbedrijf Heijmans. Ik heb in mijn leven meerdere malen last gehad van depressies. En ik weet hoe ingewikkeld psychische klachten op de werkvloer kunnen zijn. Ben je er open over? Tegen wie en wanneer? En wat kan je er zelf aan doen en wat kan je werkgever doen? Heel veel vragen. En in deze serie ga ik in gesprek met werkgevers, ervaringsdeskundigen en experts om te onderzoeken wat de bouwstenen zijn voor een mentaal gezonde werkvloer. Vandaag ben ik bij SAP Nederland, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in bedrijfssoftwareoplossingen en de mentale gezondheid van medewerkers hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Hey, dag Simone. Hey Stefan, hey. Hallo. Jij bent hier de Health, Safety en Wellbeing Manager. Dat klinkt als een hoop aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid. Wat is het idee hierachter? Ik vind het belangrijk dat onze mensen zeg maar gelukkig, veilig en ook plezierig kunnen werken bij SAP tot het einde van hun loopbaan. En de holistische aanpak vind ik gewoon heel belangrijk. Ik bedoel, live events die komen, die gaan, iedereen maakt, zeker als je langer bij SAP werkt, kinderen komen, mensen worden ziek. Dus eigenlijk is alles aanwezig om mensen te ondersteunen in hun, ja, in hun levensloop bij SAP. Dus ook echt heel veel aandacht voor dat stuk mentale gezondheid. Zeker. Dat is ook een belangrijk aspect. We zijn in 2019 gestart met een global programma dat heet Are You Okay? Mm-hmm. En dat gaat over mentale gezondheid. We zagen toen al, want dat was voor COVID, dat mentale aandoeningen eigenlijk meer zichtbaar werden. Want ik denk dat ze er altijd al zijn geweest. Alleen we leven natuurlijk nu in een wereld waarin de druk heel hoog is. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld mantelzorg. Dat is niet meer zo goed geregeld tot 20, 30 jaar terug. En daar krijg je ook mee te maken als werkgever. Ja. En wat we eigenlijk willen is dat mensen, hoe dan ook, zeg maar, met hun mentale problemen terecht kunnen bij ons. Al voor ze omvallen. Dus eigenlijk is het meer preventiebeleid. Kun je daar nog iets meer vertellen hoe jullie daar invulling aan geven? Binnen SAP hebben we loopbaancoaches. Dat zijn gecertificeerde coaches, ja. Collega's die de opleiding hebben gevolgd. Dus we zijn met z'n tienen gestart in 2019. En we hebben ook onze diploma, dat heet Mental Health First Aid. Dat is een internationale certificering waarbij je wordt opgeleid tot Mental Health First Aider. Okay. Dus je hebt niet alleen maar een EHBO'er hier, maar ook voor, op het gebied van Mental Health. En het enige wat wij doen is, we diagnosticeren niet, maar we luisteren. We luisteren, soms is dat al voldoende. Ja. En we proberen door te verwijzen. Ik organiseer ook elk jaar Health Weeks, waarin ik dit thema laat terugkomen. En iedere manager moet een Healthy Leadership training volgen. En ze leren hoe ze dus mentale gezondheid kunnen stimuleren, maar ook kunnen herkennen wanneer mensen dreigen om te vallen. Jullie vinden preventie heel erg belangrijk, maar dat kost tijd en middelen. Is dat denk je voor iedere organisatie en elk bedrijf ook haalbaar? Ja, ik ben van mening van wel. Omdat als je het niet doet, ben je sowieso die kosten onderaan de streep kwijt. Dat zijn de verzuimkosten. En we zien met z'n allen dat het verzuim alleen maar stijgt. Zelfs bij SAP, terwijl wij een heel laag verzuim hebben, stijgt het. Dus als je niets doet, blijven die kosten stijgen. Als je daar maar een heel klein percentage van neemt en je zet dat aan de voorkant om in preventie, dan levert dat vanzelf geld op. Dus je kunt je voorstellen dat iemand met een burn-out-achtige klachten gemiddeld 221 dagen per jaar ziek is. Op het moment dat je zeg maar probeert te voorkomen dat iemand ziek wordt, dat gewoon geld bespaart. Maar zo wordt er natuurlijk wel regelmatig naar gekeken dat het gewoon kosten zijn. En het is natuurlijk prachtig dat jullie kunnen aantonen dat jullie dat ook echt wel helemaal geïmplementeerd hebben in de organisatie. En wat is de belangrijkste schakel in dit alles? Nou, naar mijn mening is dat toch echt wel de leidinggevende. Dit is een speel zeg maar in de hele structuur die we hebben. En de leidinggevende werkt één op één met onze medewerkers. En als het goed is, heeft hij haar fijn in de gaten hoe het gaat met de medewerker en wat er thuis speelt. En kan die ook direct signaleren wanneer iets niet goed gaat. Waardoor die uiteindelijk zeg maar, de medewerker weer kan koppelen aan onze mental health coaches. Hey, dag Mike. Wat doe jij met jouw team om die rol te vervullen? Voor mij zijn een aantal dingen belangrijk. Hè? Dus de individu eerst, team 2. En een klant derde. En als je dan naar onze rol gaat kijken, wat doen de mensen binnen mijn team? Zij hebben een baan die een hybride plaatsvindt. Enerzijds op locatie van de klant, anderzijds op locatie van SAP. Anderzijds ook thuis. Dus het is een vrij fluïde rol die behoorlijke impact heeft en vaak ook behoorlijk prestatiegedreven is.
Voor mij is dus belangrijk, die individu, en hoe zorg ik nou voor een mentaal gezonde werkplek, is juist de primaire focus te hebben op de individu. Dus heel simpel, hoe zit jij in je vel? Hoe gaat het met je? Wat heb je nodig om succesvol te zijn? Om uiteindelijk in een prestatiegerichte cultuur te zitten, om daarin ook zeg maar maximaal te kunnen presteren. En daar heb ik wel een framework omheen gebouwd. En dat bedoel ik is dat ik 1 keer in de 2 weken met mijn mensen spreek. Juist van hoe gaat het met je, wat heb je nodig. We hebben 1 keer in de week teamweeken. En daarnaast hebben we een model om zeg maar ook te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling. Dus hoe wil jij groeien als mens en professional zijn. Al die persoonlijke aandacht en dat praten met elkaar, waarom is dat nou zo belangrijk? Wij zeggen wel als binnen het team dat we hier Champions League spelen. Mm. Oftewel het allerhoogste niveau. Als je kijkt naar topsport, dan staat alles in het teken van de individu om maximaal te kunnen presteren. Mm-hmm. En maximaal te kunnen presteren betekent dat je heel goed inzichtelijk moet hebben. Wat heeft iemand nodig om succesvol te zijn? In wat voor omgeving werkt iemand? En wat kan ik doen als leidinggevende om zo'n ideaal mogelijke omgeving te creëren in samenspraak met de individu? Hoe zie jij dat als topsporter? Ja, voor mij is het ook een beetje een ingewikkeld verhaal. Omdat ik ook tijdens mijn topsportcarrière mentaal onderuit ben gegaan. Omdat topsport natuurlijk ook ontzettend veel van je vraagt. Dat hoor ik jou ook hier zeggen. Champions League spelen we. Dus de druk is echt extreem hoog. En binnen topsport probeer je dat al die randvoorwaarden zo goed mogelijk te organiseren. En daarom vind ik het ook zo ingewikkeld. Omdat je door die randvoorwaarden zo extreem te organiseren ook daarin kan overshooten, soort van. Als je daar te krampachtig en te hard mee omgaat voor jezelf, dan kan dat ook weer averechts gaan werken. Dus dat is ook weer een balans. Ja. En daarom zet ik zo in op die omgeving waar iedereen veilig moet zijn. Want als iedereen veilig is, dan kan je het continue gesprek voeren. Maar dan zal iemand zich ook vrij voelen om te delen. En dan kan je, vind ik, of in ieder geval merk ik, ook preventief bijsturen. Ga je alles voorkomen? Ik denk dat dat een utopie is en dat nooit gaat gebeuren. Omdat de mens is meer dan de rol en het werk alleen. Er zit veel meer omheen. Een soort persoonlijke drive waar dit vandaan komt. Het begint voor mij dat ik geïnteresseerd ben in wat drijft mensen, waarom doen ze wat ze doen. Mm-hmm. Dat is voor mij een vertrekpunt. Maar er is ook een situatie geweest in mijn verleden wat een behoorlijke impact heeft gemaakt. In mijn studententijd woon ik op kamers en ik had een bijbaantje. En helaas is daar iets heel heftigs gebeurd na een jaar, is dat ik een slachtoffer geworden ben van een gewapende overval. Ik heb daar, kan wel zeggen, bijna afscheid genomen van het leven. Zo heftig was dat. Maar het mooie daarvan is dat dat gebeurde, is dat wij iemand hadden die verantwoordelijk was voor die winkels in die regio, die er gelijk ook voor ons was. Deze man is nu CEO van Domino's Pizza Nederland en verantwoordelijk voor meer dan 350 winkels. Onbewust heeft hij wel het zaadje geplant in mij voor de leider die ik vandaag de dag ben. Daarom blijf ik erbij. De individu, de medewerker of medewerkster is voor mij altijd vertrekpunt. Dus de daadwerkelijk voor die mensen zijn. Ja. Niet alleen papier of in plannen of wat dan ook, maar echt voor die mensen Precies. zijn. Ja. Precies. Ja. Heel fijn vandaag om hier bij SAP op bezoek te mogen zijn. SAP draagt echt uit dat de leidinggevende de centrale speel is, zeker bij mentale gezondheid. Mm-hmm. Nou, als ik jou zo hoor, dan draag je dat ook echt uit en luister je en ben je echt geïnteresseerd in jouw mensen. Ik zou willen zeggen, dank je wel voor je tijd en voor dit mooie gesprek. Ja, dank je wel. Ja, dank je wel. Dank je wel. Hoi.